In deze video leer je werken met kop- en voetteksten. Zorg dat je in de afdrukweergave staat. Klik in het Lint Invoegen, koptekst en voettekst op de knop Koptekst en klik op Koptekst verwijderen. Klik in het Lint Invoegen, koptekst en voettekst op de knop Koptekst en klik op de vooraf ingestelde koptekst Raster. Klik in het veld Datum. Klik op de lijstpijl en klik op de knop Vandaag. Klik in het Lint Hulpmiddelen voor Kop- en voetteksten op de knop Koptekst en voettekst sluiten. Klik in het Lint Invoegen, Koptekst en voettekst op de knop Voettekst en klik op de knop Voettekst bewerken. Typ VDAB en druk op de tabtoets. Klik op de knop Datum en tijd en kies een notatie. Vink de optie Automatisch bijwerken aan. Dit veld zal automatisch bijgewerkt worden wanneer je het document opent of afdrukt. Druk op de Taptoets. Klik in het Lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op de knop Pagina Nummer en kies Huidige positie. Kies de vooraf ingestelde optie Vette nummers, waarbij ook het totaal aantal pagina's van het document wordt ingevuld. Dubbelklik op de tekst.